van het museum zelf dan in. Ja, ja, dus ja. De oudste machine die wij hier hebben staan, tenminste de mechanische machine. Uh-huh. Vroeger was het allemaal handwerk. En deze is gemaakt door Oscar Hammerstein. Zo. 1870. Maar dat is een andere handwerk. Dan, het sigarenmuseum in Bereik is verhuisd. Waarom? De reden waren een aantal moeilijke jaren. Het contract is afgelopen. Dus wij waren eigenlijk genoodzaakt om naar een andere ruimte om te zien. Vandaar dat we grote omzwervingen gemaakt hebben, ook over de landsgrenzen. Het een en ander is niet gelukt. En toen hebben we eens gedacht, van, ja, kunnen we het dan niet thuis? Vandaar dat we het nu eigenlijk naast ons huis doen. We hebben ongeveer dezelfde vierkante meters als voorheen. En we kunnen de mensen alles weer laten zien van wat we toen ook allemaal hadden. Zijn hier ook nieuwe dingen nog te zien? Ja, gaan we doen. Kom maar eens even met me mee. Dit is een nieuwe kast. We hebben al een tijdje in ons bezit. We hebben hem volledig gerestaureerd. En hij staat er nu zoals hij dus nu staat. Maar vroeger stonden er oude fototoestellen in. En hij is afkomstig uit de Haka-fabrieken in Valkenswaard. Haka-onderneming. Later is dat de coöperatie geworden. En dat is allemaal verdwenen. En toen is die kast bij particulieren terechtgekomen. En die hebben die aan ons museum geschonken. En nu staat hij dus hier in ons museum te pronken. Wat is er zo speciaal aan die kast? Het is een humidor. En een humidor, dat was een kast om sigaren op conditie te houden. Doe je daar oude sigaren in, of Cubaanse sigaren, dan blijven ze altijd in de goede vochtigheid. 65-70%. En dan zijn ze perfect om te gebruiken. Hoe lang kunnen een sigaar bewaren? Nou, een sigaar, oude sigaren, nou 100 jaar of 150 jaar, is eigenlijk maar heel gewoon. Toch moet je ze dan niet gaan roken. Want dan is de smaak is helemaal weg, dan kun je beter een krant aanstoken, die smaakt beter. Dus dan moet je er iets mee doen, en dat wil zeggen in een humidor doen. Dus juist op de juiste vochtigheid brengen, gedurende 6-7 weken erin laten zitten, steek die oude sigaren op en ze smaken weer perfect. Maar, nogmaals, je moet het niet doen. Die oude sigaren horen in een museum thuis en roken is slecht voor de gezondheid, dus daar moet je al sowieso niet aan beginnen. Dan zie je een hele hoop sigarenpresenteerders staan. Zit er ook speciale bij? Er zitten hele speciale bij, waaronder deze, die zwarte. Die komt uit het dorp Monster, dat is 50 meter van de kust. We zijn benaderd door die man en we hebben dat ding opgehaald. Volledig gerestaureerd, staan nu in het museum te pronken. En, ja, en voor de bezoekers is dat eigenlijk een trekpleistertje weer. Hè? Hoe kom je aan al de spullen eigenlijk? Ja, alle spullen. Het is zoeken op internet. De markt afstruinen, je eigen bekend maken. Er zijn zoveel manieren om de mensen met ons in contact te brengen, zodat die spulletjes allemaal toch geleidelijk aan hierheen komen. Er worden huizen afgebroken van oudere mensen die iets vroeger gehad hebben met sigaren of wat dan ook. En dan komt het uiteindelijk hier in dit museum terecht. Als die spullen dan bij jullie komen, zijn ze dan niet dikwijls kapot? Het meeste ziet er gewoon niet uit, is kapot, heeft lang op de zolder gelegen. Als het van hout is, zitten er houtwormpjes in. Nou, die moet je er allemaal van ontdoen en volledig in orde maken. Ook goed herstellen, zodat ze weer uitzien als zijnde nieuw. Wie repareert die dan? Dat doe ik allemaal zelf. Ik was chef in een technische dienst. Ik heb de techniek in mijn vingers en die laat ik ook behoorlijk wapperen. Glas en lood, dat is bekend in de kerk, maar waarom in het sigarenmuseum? Ja, mensen hadden dat vroeger boven de voordeur ook, en boven de achterraam en boven de voorraam. Nou, waarom dan ook niet in een winkel? En dan met de afbeeldingen erop van de sigarenindustrie. Bijvoorbeeld een meisje die tabak plukt en iemand aan het werk. En hoe kom je eraan? Ja, gekregen uit de sloop van een winkel uit Tilburg. Het was zwaar beschadigd. Het is hersteld door een glasbedrijf hier in Bergijk en de lijst is er door mijzelf omheen gemaakt. Wat is er zo speciaal in die kast achter je? Nou, deze kast is van de oorlogsperiode ongeveer, maar je had ze bijvoorbeeld al veel langer, zelfs van 1800, 1850. Sigaren zijn vochtig als ze gemaakt zijn en dan werden ze gedroogd in zo'n kast. Hier in deze kast gaan 10.000 sigaren in. Toen de eerste machines kwamen, had je er niks meer aan en toen waren die kasten op een gegeven moment verdwenen. En hier zie je op van die planken op zitten aan de achterzijde, ja. Dan kijk er maar in hier. Dan zie je van die planken zitten hier naast. Oh ja, ja, ja. Het winkeltje, dat was de trots eigenlijk van het oude museum, zeg ik al. Hier komt het veel beter tot z'n recht dan. Nou, dat is ook zo. En je zegt met name trots. Het is ook onze trots. Het is een prachtige winkel. Ja, je komt hem in heel Nederland niet meer tegen. En hij staat hier nu ook mooier te pronken dan in de oude locatie.
Want het winkeltje was namelijk dezelfde grootte als dat je hier ongeveer ziet. Deze zwarte, die hierachter staat, die van Bakkeliet, die gaat volautomatisch open. Deze, dat is een geëmailleerde. Die opent met Dr. Chivago en sluit met Edelweiss. Zo! Het is van Italiaanse makelij. Dat kun je zien aan de engeltjes. Ja. En de duivelkopjes. Leprechauns, zoals ze opgenoemd. Ja. Wanneer kunnen mensen het museum bezoeken? Mensen zijn altijd welkom om het museum te bezoeken. Het liefst op afspraak van maandag tot en met zaterdag van 1 tot half 5.